Groene groentjes verkleuren als je die te lang laat koken. Je kunt die eventueel verfrissen onder koud water en dat herstelt ze een beetje. Maar ik heb nog een aantal methodes die nog een beter resultaat geven. Voilà, mijn water kookt. Het moment om alles erbij te doen. In de plaats van mijn boontjes er meteen in te doen, ga ik daar een klein beetje ofwel zout ofwel bicarbonaat aan toevoegen. Die gaat er extra voor zorgen dat mijn groentjes heel groen blijven. Heel belangrijk, niet te veel, want bicarbonaat heeft de neiging om heel wrang te worden als die er te lang in zit en te veel in zit. Voilà, mijn boontjes zijn klaar. De tweede tip om ze mooi groen te houden is om ze meteen na het koken te laten afkoelen in ijswater. Dat zorgt ervoor dat de tijd tussen warm en koud veel kleiner is, waardoor ze terug mooi fris groen blijven. Voilà, de boontjes zijn gaar en mooi groen. Je kan ze zo koud serveren met een ajuintje of zo erbij, of nog mooi opbakken.